Nou, als de meiden maar niet iets creatiefs hebben gemaakt bij je verlies. Ik zou een hekel aan, hè? Daar staan er weer wekenlang twee hompen klei met herfsttakjes erin op ons Piet Hein Eekmeubilair. Ja, schat, idi stil. Ik wil je niet ontmoedigen en je zonnige muurtje nog verder bederven, maar ja, de laatste dag voor de vakantie krijgen ze wel in één klap alles wat ze tot nu toe gevreubeld hebben mee naar huis, hoor. Kijk, ik ben er klaar voor. Oh, ik ben er klaar mee. Ik krijg echt alles lekker ontspannen, lekker lachen, heerlijk. Gaan jullie nog wat doen? Ik kan mij in zons bellen, in potsie. Dan fles vodka drinken en slapen. Maar gelukkig heb je je oppasgezin nog. En Naima? Oh, het is maar een weekje. Ik denk dat ik de jongens gewoon op straat laat spelen. Vinden ze het leuk? Ja? Oh, hoe oud is jouw oudste nou eigenlijk? 10, toch? Dat is wel de leeftijd, hoor. Kijk uit. De leeftijd? Voor wat? Vrouw? Als hij het maar uit zijn hoofd laat. Ik heb hem uitgehuwelijkd. Is een grapje. Jeez. Ja, sorry. Nee, ik bedoel meer, ze kunnen dan zo gaan rondhangen in van die groepjes. Ja, niet jouw haas hoor, die zou dat niet doen. Nee, absoluut niet. Oh, niet kijken jongens, niet kijken. Dan heb je de moeder van Santje, die heeft de borsten laten doen. Hi. Hallo. Dat is mooi. Ik ga karten, ik ga bowlen, ik ga paintballen. Ik heb een arrangementje rond bij de Efteling. En ik laat ze lekker uitleven in het kinderkookcafé. Jos, ik word er moe als ik naar luister. Ja, ik heb ze maar 3 dagen. Ik wil dat ze het leuk hebben. Ik ben niet zo leuk als Tera's nieuwe vriend. Die is piloot. Op een F-16. Ik ben een IT'er met een oma-fiets. Ik wil gewoon even dat ze het leuk hebben met mij, snap je? Ja, natuurlijk, schat. Ja, absoluut. Dat heb ik ook altijd met mijn kids. En wat ga jij doen? Ik ga lekker stappen. Zitten. Doe eens braaf. Goed zo. Gaan jullie nog weg? Nee. Ja, nou ja, we zijn naar Berlijn, maar Ines kreeg er een opdracht tussendoor, dus nu zit ik met die meiden opgeschermd. Ja, met Olivia is geen probleem, maar Delphine, die vindt op dit moment helemaal niks leuk. Oh, dan moet je doen wat ik altijd doe met de jongens. Gewoon lekker shoppen, gewoon. Meiden loslaten in de speelgoedwinkel, goldkart erachteraan gooien. Ze juist zien wat de leuke vakanties hebben. Zie het ook gewoon overal omheen. Als de thuissituatie niet klopt, halen de kids hun gelijk op straat. Ja, maar dat vinden die jongens gewoon het leukst op straat, met vriendjes. Ja, maar weet jij wat ze doen? Hou jij ze in de gaten? Weet jij wat jouw kinderen doen? Mijn kinderen komen uit een huis met harmonie en rust. Die hoeven geen gekke dingen te doen voor een beetje aan. Ha, weet je, wat doet jouw Gijs? Gijs is een lieverd. Ze goeiert. Nou, de gesprekken met de schoolcounselor beginnen aan te slaan. Dus ik heb goede hoop dat hij niet graag gaat doen, rond gaat hangen op straat toestanden. Jouw Gijs heeft mijn Markje laten zien, Pimmel. Niet waar. Weet je, al die troep en al die herrie. Ik zie toch een beetje op tegen de herfstvakantie. Maken ze dan zo'n troep en herrie, jouw kinderen? Nou, troep is het altijd al. Maar dan komen Jean en Dylan dan ook nog eens bij. En ik zit ook nog met Lucky. Is dat de hond van de judoleraar? Nee. Lucky is gitarist. Jazz-achtig. Nou ja, best leuk allemaal. Maar en experimentele jazz. En 2 kinderen in 1 huis. Hoi. Hoi. Hey. Jongens, wat duurt het wel lang, hè? Nou, ik ben benieuwd wat ze nu weer voor moois geknutseld hebben voor hun oude vader. Gaan jullie eigenlijk nog weg, Rogier? Ja, we gaan heerlijk naar Toscane. Een villa gehuurd, een zwembad, een tennisbaan, let op. Hey, heerlijk voor de kinderen ook. Nee, de kinderen gaan naar oma. Ja zeg, het is voor ons ook ergens vakantie. En jullie? Ik blijf lekker thuis. Een beetje leuke dingen doen. Spelletjes, voorlezen. Ik heb dat soort dingen. Ja, ik ook. Ik doe het heel rustig aan. Het gejakken van mama naar papa, dat is al stressvol genoeg voor de jongens. Nou, wij gebruiken die week ook om echt even weer met elkaar te kletsen, bij te brengen wat er allemaal gebeurd is. Wat iedereen heeft uitgespookt op het moment dat ik even niet keek. Ja, precies. Ik ga me ook deze vakantie gewoon lekker focussen op de kids. En ik ga me lekker een beetje verdiepen in de jazz. Nou, ik ga me verdiepen in de wereld van Barbie. Ik heb er nou wel zin in. Ja, ik heb lekker rustig. Mijn zoon woont niet hier. Oh god, nee. Ik zie een herfststukje.